belangrijkste vaardigheden die ik in mijn werk nodig heb. In de eerste plaats is dat de juridische kennis. Ik moet de internationale wet en regelgeving interpreteren. Daarnaast moet ik de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen kunnen analyseren. Verder is het zo dat we nota's moeten schrijven, dus je moet taalvaardig zijn. En in de derde plaats, we hebben veel overleg met buitenlandse partners. En dat betekent dat je een actieve beheersing van het Engels, Frans en Duits moet hebben.